Mijn naam is Judith de Jonge. Ik ben ambachtelijk vormgever in Arnhem. In mijn studio maak ik litho's, steendruk, en ambachtelijk drukwerk. Mijn label heet Touche en onder die naam maak en verkoop ik mijn eigen werk. Ik vind het belangrijk om met mijn handen bezig te zijn. Ik vind het belangrijk dat je ook aan iets kunt zien dat er tijd en aandacht in is gestoken. Mijn belangrijkste drijfveer, zeker op dit moment, is mijn dochter. En ik zie hoe zij de wereld aan het ontdekken is. En ik geniet ervan om dat te zien. Ik merk dat ik daardoor zelf ook de wereld opnieuw ontdek. En ik wil haar eigenlijk op mijn manier iets meegeven over hoe ik denk dat het leven in elkaar zit. Voor TEDx ga ik de naamkaarten maken. Wat ik daarin ontzettend leuk vind, is dat de naamkaart eigenlijk ook het eerste is wat je te zien krijgt van een ander. Ik heb van elke naamkaart heb ik een kunstwerk gemaakt. Er zit aandacht en tijd in, vakwerk en ook een autonome visie. Ik wist eerst eigenlijk niet zo heel erg goed waar TED of TEDx precies voor stond. Ik had er al wel eerder van gehoord. Ik ben er daarna ook filmpjes over gaan kijken en... Wat mij daarin heel erg raakte was dat het een podium is waarin je op een hele directe en persoonlijke manier mensen kunt inspireren, maar ook waar je geïnspireerd kunt worden. Mensen die daar staan, die dragen het verhaal ook direct. En ik vind dat daar iets heel krachtigs van uitgaat, ook iets heel kwetsbaars. En voor mij als vormgever, als persoon wie ik ben en wat ik nastreef, voelde het eigenlijk als een handschoen. Paste perfect.